Je kan hyperpigmentatie herkennen aan het feit dus dat het een bruinige verkleuring is die onregelmatig zich op de huid bevindt. Dat kan spikkelachtig zijn, dat kan ook een wat meer egaler zijn, het kan groot, het kan klein zijn en het kan over het algemeen alle delen van het gebied zijn. Maar goed, met name waar wat het meeste naar voren komt is natuurlijk op het gezicht, op de handen en of de décolleté. Nou, het kan heel goed behandeld worden met bijvoorbeeld een vitamine A-crème. Nu zijn er meerdere behandelingen voor hyperpigmentatie, sommige met wisselend succes en sommige met goed succes. Wij houden het meestal bij eerst een vitamine A-crème. En je moet ongeveer realiseren dat je daar 3 tot 8 weken zeker geduld moet hebben. En daarna gecombineerd met een peeling. Als je het met een peeling doet, dan reken ik ongeveer dat je 2 tot 3 peelings moet doen om een goed resultaat te bereiken. Wat je kunt verwachten van het resultaat is dat het vrijwel helemaal weg is. Soms kan het zijn dat het toch nog een beetje overblijft, maar is het echt duidelijk verminderd in tegenstelling tot wat je eerder had.